Oh, Karen, zou jij nog even willen prijzen wat hier ligt voor mij? Ik geloof niet dat ik alles zo weet. Ik denk het helemaal niet. Koffie pakken. Goedemiddag, kijk gezellig. Willen jullie natuurlijk ook even laten zien wat voor moois Linda en Myrthe allemaal bij hebben. Zijn jullie vast wel heel benieuwd naar. Ze zullen zo ook nog even een mini-demootje doen. Ik laat intussen vast even wat dingetjes zien die hier liggen. Kijk hoe leuk de koe. Met kleurtjes. Ligt hier. Ja, hou op. Heel gevaarlijk die paaseitjes. Ik ben echt een snoeperd en ik stond hier nou gewoon geloof ik een seconde en ik had al een eitje. En toen kwam net Noor binnen en die zei, oh ja hoor, Joyce is weer aan het snoepen. En ik doe echt zo mijn best, maar... Maar voor vandaag heb ik genoeg op. Pak ik er geen meer. Jullie zijn getuigen. Nou, dit is dus Betty bij Studio Light. Al uitverkocht, maar we hebben gelukkig nog wel een voorraad. Maar wil je Betty niet mislopen, wacht dan zeker niet te lang. Want ik denk niet dat het nog heel lang duurt voordat hij op is. Nee, thuis haal ik ze ook gewoon expres niet in huis. Mijn kinderen die zijn niet van die snoepers en als ik ze haal, dan heb ik ze zo op. Ik heb natuurlijk veel meer leuke voorbeeldjes met Betty. Geluk van Judith. Met z'n tweeën in de auto. Deze is ook weer leuk. En deze dan met de Milka. Een Milka koe. Ja, die is helemaal met de inktjes. Oh, die heb je echt helemaal met de inktjes gedaan. Ja. Oh, dus alle onderdeeltjes losgestanst. En dan kleuren. Dat is het mooiste. Dus alle onderdeeltjes losgekleurd. Dan zie ik meteen hoe leuk die inktjes inderdaad echt matchen. Ja, en ze blenden dus ook mooi, want dit is de paarse met een roze, roze blosje er nog overheen. Ja. Ik dacht, ik kom even langs. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, Karen is aan het prijzen. Oh, Betty had jij misschien... Oh nee, nog niet. Ik dacht dat Betty... Ik dacht dat Betty 11,99 was of 12,99, maar dat laten we zo heel eventjes precies nee, weten. Ja, ja, ik was net de verkeerde kant. Ja, en ik heb op de achterkant heb ik opgezet welk kleurtje ik gebruik van de kant. En oh ja, hier, oh, die is ook leuk. Oh, die heb je uit het papier. Die is uit het peperpetje. Ja. Dus deze is uit de peperpet. En dan heb je wel de blosjes, ja, de blosjes kleurtje gegeven. Ja, tof hè, die Milka koe. Zo leuk bedacht. En dit is dus uit designpapier en dit is dan weer met de inktjes gekleurd. Nou, deze heb ik vanochtend gemaakt. Oh, hij valt om. En dit is dus ook het designpapier. Het zijn namelijk deze kleurtjes. Oh, kijk nou. En die kan je dus ook superleuk met die inktjes kan je die kleuren. Dat is ook een leuk idee. En ja, zo kan je natuurlijk elke kleur maken die je wil. Ja, zo is dat. En dan heel leuk ook weer met die
Die haartjes zo weer. Ja, en dan ook hier weer met blauw. Ja, dus deze papiertjes komen, pak ik heel even aan de andere kant. Dus het designpapier wat Lynn heeft gebruikt komt uit het Paperpad Moveless. Het Paperpad Moveless is €7,99. En die gaat ze dus op kleur brengen met die verschillende setjes graflapinkjes en de borstels natuurlijk. Ja, je ziet meteen hoe ontzettend veel kleur dat die inktjes afgeven. Dus je hoeft daar helemaal niet veel kracht op te zetten. En dit is zelfs nog een nieuw borsteltje, dus die pak ik nu voor het eerst. Ja, normaal moet je best wel een paar keer door de inkt, ja, hè, anders. Valt heel erg mee. Nou, je hebt 6 inktjes voor €7,99. En als je dan toch ziet hoeveel pigment ze hebben. Ja, ze zijn echt superleuk. Ik zal je ook laten zien dat ze ook mooi blenden. Want als ik hier nou door het blauw heen ga, dan zie je dat er al meteen een hele mooie groene kleur ook ontstaat. En zo kan je eigenlijk alles maken wat je wil natuurlijk. Dit is nu nog een beetje nat. Het droogt zo meteen wat zwartig op, hoor. Wel leuk dat het zo ook inderdaad dan groen wordt. Blendt echt mooi. Ja, dat je hier ziet, hier is het inderdaad echt wel zwartig. Ja. Ja, dus dat droogt dan echt nog op. Dit is wel mijn favoriete kleurtje. Dat is heel raar, want ik hou helemaal niet van oranje. Maar ik vind deze zo te onvolgd. Het is wel echt een mooie kleur oranje. Ja. Ik snap wel waarom deed hij inderdaad. Zo mooi vind ik. Zo kun je ook je designpapier gewoon hartstikke leuk op kleur brengen. Nu ligt hier van een lijst. Nu ligt hier een hele beetje uiteindelijk. Ik ga mijn best doen, Annelies, maar ik heb hem in mijn hand, dus dan kan ik hem iets moeilijker stil houden, maar ik doe mijn best. Ja, slim idee hè, om zo het kleur te geven. Zo kan je het aanpassen aan elke kleur wat je wil. Ja, en wat we ook hebben, dat is natuurlijk niet van Kappa, maar we hebben van Touch the Bedoel hebben natuurlijk. Dat was denk ik de eerste Tree Plan Doel collectie. Ja. Is zwart-wit. Er zitten hartstikke veel leuke velletjes in die je op deze manier gewoon hartstikke mooi op kleur kan krijgen. Dus zeker ook een aanradertje om te doen. Nou, je glasplaat is nu ook heel snel weer. Ja, is ook weer makkelijk hè. En wat ook leuk is, ik heb nu deze uitgesneden en dit is een matlaagje. En je kan natuurlijk ook je matlaagje op kleur gaan brengen. En dan hoef je alleen de randjes te doen, dus het binnenste hoeft niet eens. Maar dan heb je ook een verkleurd achterhandje papiertje. Ja, dat is deze set inderdaad die Linda bedoelt. Van Touch the Bedoel heb je die set Black and White. Die komt uit de Dream Plan Do collectie, 24 vel op A4 formaat, voor €10,99. En die kan je natuurlijk ook op alle kleuren brengen die je maar wil. Slim idee. Hoi. Ik ga alleen de randjes een beetje aanzetten. Ja, zo zijn er dus inderdaad 4 setjes met inkt. Ze zijn allemaal €7,99. Er zitten er 6 in voor die prijs. Het is echt niet duur. Nou, je ziet het al hoeveel pigment het heeft. Dan hebben we de set paars.
De inktzet blauw. Verschillende blauwtinten. De groene set. En als laatste de rood, oranje, geel set. Daar is natuurlijk weer helemaal over nagedacht. Jolanda heeft blending brushes erbij gemaakt, precies in de kleur van de inkpad. Zoals ze hier even iets, kan je ze iets beter zien. Hier zie je ze uit de verpakking. En er zitten ook stickertjes bij die je er dan weer op kan plakken. Ja, ik heb de stickers op de achterkant. Dan zie je ze heel duidelijk welke dat je dus pakt. Dus dat je altijd de goede blending brush bij de goede inkt hebt. Dit zijn dan ook de kleurtjes van de inkt. Ja, ik heb hier heb ik nog voor mezelf kleurenkaartjes gemaakt. Oh, ja. Zodat je ziet hoe dat ze op papier kleuren. En ik probeer ze op deze volgorde in mijn verpakking te laten zitten. Ja, dan heb je altijd de juiste. Ja, leuk. Je hebt nog geen kaartjes op nodig, kan je het lekker zo zelf maken. Ja, zo kan je het lekker zelf maken. Ja, natuurlijk ook met allerlei stencils en masks. Dus daar kan je heerlijk mee aan de slag. Ja, soms heb ik ook wel eens, dan heb ik net niet de kleur kaartstok. En dan kan je natuurlijk zo de kleur erbij maken. Ja, gras heb ik ook allemaal zelf gewoon op kleur gemaakt. Met bloemetjes heb ik op die manier op kleur gemaakt. Deze had ik natuurlijk al eerder een keer bij Kraftlab Live gedaan. Ja, ook leuk. Zo de bovenkant en de rest weer wit. Hier zijn deze lettertjes. Ze zijn ook met inkjes gemaakt en de achtergrond ook. Nou, zie je echt hoe fijn en hoe makkelijk de inkt te werken. We hebben inderdaad ook een goodie bag. De inkjes zijn dus €7,99 en de setjes blending brushes €12,99. Wil je de 4 sets blending brushes en de 4 sets inkt, dan hebben we die in de aanbieding voor €69,99. Dus normaal €83, nu voor €69,99. Nou, hier zie je natuurlijk nog een keertje die mooie paars tinten set. Ja. Nou, en de blikjes, de inktjes passen ook eventueel in deze blikjes van Ranger. Dus twee verpakkingen, bijvoorbeeld de paarse en de blauwe, passen dan samen in een blikje. Dus met twee blikjes kan je ook meteen alle inktjes opbergen. Nou, dan zie je natuurlijk heel makkelijk aan de voorkant welke kleuren dat je erin hebt zitten. En de blikjes zijn €9,99. De dingetjes zijn denk ik op, die andere voor de blending brushes. We hebben ook voor de blending brushes hebben we koffertjes. Daar passen er ook weer 12 in. En de koffertjes voor de blending brushes zijn €13,99. Maar die moeten weer binnenkomen. Die zijn er echt uitgevlogen ook. Nou, dankjewel. Echt een leuk idee. Nou, ik zie nog meer mooie voorbeeldkaartjes. Dit is bijvoorbeeld het nieuwe huis van Kraftlab. Een leuke shaker van gemaakt. En dan zie je ook meteen de bomen erbij. En de stempel loopt zo even naar de andere kant, want die liggen aan de andere kant. Deze is ook door Linda gemaakt. Dit is dus de stans van het huis. Die is €14,99. Ja, dus even mee naar de andere kant. Ja, want ik kan die roze uit bij de maar hier zijn de drie dezelfde. Ja. Nou, kaart kan je natuurlijk maken met Mika. We hebben het Mika van JJ. 5 vellen voor €2,99. Ja, en ik wil het wel even, maar we kunnen ze niet bijhouden. Ik heb hier ook bijvoorbeeld weer een kaartje New Home. Ja, deze is van Daisy. En deze is van mij en we hadden dus eigenlijk hetzelfde idee. Zo dat je het wist. Dus deze heeft helemaal de buitenkant gebruikt. En ik heb de standjes van het huis heb ik tegen elkaar aangelegd. Waardoor dat je dat randje ertussen krijgt.
gemaakt. Oh, en dat heb je hier ook gedaan? Ja, ik heb het daar ook gedaan. Ik zat al te kijken, hoe heb je dat gedaan? Het is twee keer precies hetzelfde, omdat ik ze toch al tegen elkaar had getaped. Dacht ik van, dan ga ik het nog een keer doen. Toen heb ik van die andere shape gemaakt. Ja, ook echt een leuk idee. En dan een raampje en deurtje erop. Dus zo kan je het huis natuurlijk ook weer op meerdere manieren gebruiken. Hier zie je hem bijvoorbeeld ook als boerderij. Nou, ik ga alleen die doen, dus ik neem alleen de grijs dit. Ja, hier zie je hem ook weer, ook heel tof. Al die verschillende kleuren grijs kan je dan allemaal doen. Het luifeltje en zo zitten natuurlijk ook allemaal bij. Ja, precies. Klein begin. Ja. Dat is het huisje van Kraftlab, 1499. Maar dan heb ik en de boompjes die je ziet zijn natuurlijk ook van Kraftlab uit de nieuwe collectie. Dit zijn de bomen. Die heeft Lynn dus aan de beide kanten van het huisje verwerkt. De bomen kosten €8,99. En die heb ik hier dan ook weer. Op deze kaart zie je ze ook weer. Dan met, ook weer met inkt bewerkt. Het wit gestanst. Je kan natuurlijk ook heel makkelijk uit kaartstok stansen. Hier met de groene tinten. En hier heeft Jolanze bijvoorbeeld weer uit het designpapier gestanst. Uit de knippen en plakken. Met Jaap zet de Happy Spring. Dus dat zijn de Kraftlab bomen. €8,99. Nou, Betty is inmiddels ook geprijsd. Betty is €11,99. Oh, hier ook weer leuk op de schommel. En hier als koetje en als paard. Goeie papier. Nou, de tekst hier, I love you a bouillon. Oh, ja, er zijn meer van. Kou old. En zo hebben we natuurlijk verschillende teksten. How you're doing. Die komen allemaal uit deze set. Dat is de nieuwe set Holy Cow. En die is €7,99. Ja. Dus dat is de stempel Holy Cow. €7,99. En er zit ook het koetje bij wat je eventueel nog in kan kleuren. Dat zie je ook weer. Muchas gracias. En die, ook die hoefjes zitten er weer bij. Oh ja, hier, kijk. Ergens had ik ook de stempeltjes gezien. Dus dit stempeltje zit ook bij de stempelset. Oh, hier heb je ook weer de nieuwe grasrand bij gecombineerd. Ook leuk. En hier heb ik de moesjes gratis. Dus heb ik de hele actie. Oh, dat is ook leuk. Ja. Hier zie je echt een stempel weer een paar keer voorbij komen. Het moesje is hier helemaal uit het designpapier. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is ook leuk. Dat is het. Ik zal even het designpapier ook laten zien. Nou, dit was dus de stempel. Holy cow. En dit is het designpapier. Ik zal hem nog even doorbladeren, want hier heeft Linda hem dus uit het designpapier gestanst. Er zit een vel met koeienvlekken in het roze en in het zwart in. Kijk, dit is met de roze vlekjes en met de zwarte. Er zit ook het koetje van de stempel zit er weer bij. Dus het komt ook weer mooi helemaal terug. Dus dat is de papierset Movelus, €7,99. Nou, en dit is dus de nieuwe grasrand, ook weer een slimline set. En die is €13,99. Dus heb je twee maatjes gras die je dan ook weer samen kan combineren. Dus dit is de grasrand nummer 2. Want we hadden al eentje, maar die is dus lager. Deze is €13,99.
deze kleur. Nou, dan heeft ze ook nog weer, we hadden natuurlijk al de kleine blokjes met alle kleurtjes, maar nu hebben we ook een groter blok. Nee, kijk deze. Dus ook met alle bruin en grijs en zwart tinten. Die harde roze. Dat is deze dan. En dat is de set brown and grey. En die is €8,99. Nee, ik zelf niet, maar wel alle andere designteamleden. Ja, dat is wel een hele mooie kleur. Alle kleurtjes die in het blok zitten. Dus dat is het blok brown and grey en die is €8,99. Nou, Mirt is natuurlijk ook hier en die was al een beetje aan het kleuren. Ja, we zijn even proberen oranje aan het maken. Oh, kijk. Dat lukt nog niet helemaal. Kijk eens hier weer alle mooie kleursels die ze gemaakt heeft. Hier kom ik op terug. Ja, dat is goed. Ik ga het straks verder uitproberen. Maar misschien wel, als we hem hier mee oppakken. Wat voor vlindertjes? Waar ja, de die kleintjes. Nee, dat wordt meer huis. Het moderne maar niet van de dan komen er wel over een tijdje weer nieuwe kleuren uit. Ik durf het zo even niet te zeggen welke dat dat zijn. Die vlindertjes van Marianne. Oh, die. Nee, die zijn niet leverbaar op het moment. Nee. Volgens mij weer ergens eind maart. Ja. Nee. Deze komt wel een beetje in de buurt, maar niet zo. En waar is dat papier? Kijk, hier zie je ook weer het koetje uit de stempelset. Ligt daar zo onder. De rode blok? Ja, zo'n rood blok aan de linkerkant. Zeg maar onder. Nou, bij de markers is natuurlijk nu nieuw toegevoegd. De set colorless blenders, dus dan heb je 3 blenders voor €4,99. En die kan je dan natuurlijk weer combineren met de Craftlab markers die we al hadden. Er waren al 6 setjes. 3 markers voor maar €5, dus echt een hele leuke prijs. En dan hebben we de kleur Powder Pink. Dat zijn een beetje de huidskleuren. Lemonade Punch zijn een beetje de rode kleuren. Maya Sky de blauw tinten, Winter Night een beetje de grijs tintjes, ja, de inkt, kleurtjes. De Choco Brownie zijn de bruine tinten en de groene heet de Matcha Tea. Je moet wel een combinatie doen, hè? Als je alle markt neemt dat je dan een bepaalde prijs betaalt. Het is wel interessant om even bij de kassen te vragen, ja, dat ik hoeveel je dan uitkomt. En dit zijn deze, zijn dus nieuw, dat zijn de blenders. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig hoe jij dat doet. Ik zie hier alweer heel veel leuks. Ja, want ik heb rood gemaakt. Dus dit zijn de roze kleuren. Ja, let niet op mijn vinger, want alles zit onder. Maar ik heb die rode kleur gemaakt. Zal ik laten zien hoe ik dat doe? Ja. Oh, ik ben heel nieuwsgierig. Dus jij gebruikt dan eigenlijk deze set, die Lemonade Punch. En de andere? Ja. Ja, er komen natuurlijk nog andere bij. Ja. Daar gebruik ik 3 kleuren voor. Deze kleuren, de 03, de 116 en de 160. Je hebt echt uit elke set wel een kleur. Ja. En dan zet ik eerst de roze op. Jij gebruikt echt een brushpunt nou, hè? Ja. Dus ook wel mooi in de kraftlapmarker zitten ze een brushpunt en een wat hardere punt. Maar wel allebei punten. Dus je kan ze echt allebei de kanten kun je gebruiken. Nou, en dan doe ik de bruin tint, die doe ik aan één kant. En, want daarmee maak ik zeg maar dat donkere gedeelte. Ja, dan gaat ze nu laten zien, Christa, wat ze met de blenders ook... Dan doe ik de groene eroverheen. Helemaal. Dan denk je eerst, wat ontstaat er nu voor kleur? Maar nu komt de truc. Door de roze weer te pakken. Die eroverheen te halen. En dan heb je rood gemaakt. Oeh, hoe kom je erop? Geweldig. Nou, ik zat te denken, als je geel met rood normaal gesproken mengt, krijg je natuurlijk oranje. Ja. Dus in groen zit geel en blauw.
Dus daar zit ook een geel tint in. Hoe krijg je oranje door rood en geel melk uit te mengen? Dus ik dacht, als ik nou roze met geel meng, oftewel met groen, dan krijg ik ook rood. Ja, heel wat gaaf. Kijk mee. En dan krijg je rood. Nou, dan met inderdaad zo'n signo kan je natuurlijk heel leuk die witte accenten ook... Dus dit is een combinatie van drie kleuren uit drie verschillende sets. Dus uit de groene set, de rode set en de choco brownie. En de blender, hoe pas jij die toe? Nou, dan heb ik, als je bijvoorbeeld accenten wil doen, dan kan je de blender gebruiken voor je accentjes. Dan heb je niet de signal of de signal nodig. Oh, ja. Maar dan kan je hem zo gebruiken. Laat je hem oplichten. Wat je ook kan doen, dat is ook leuk, dat kan ik wel bij het konijntje laten zien, is paars maken. En daar gebruik ik de blender wel voor. Dan heb ik de 263 en de 03. Ja, dus uit de rode en de blauwe set. Dan doe ik op mijn glasplaat heb ik een stukje mica geplaatst. Daar doe ik de blauwe op aanbrengen en de roze ernaast. En dan pak je de colorless blender en dan ga je ze mengen. En dan zie je al paars ontstaan. Oh, handig zo op een micaatje. Ja, dan kun je natuurlijk alles mengen. En dan kan je hem hier op aanbrengen. Oh, het is ook meteen echt paars. Ja. Ja, en dan kan je de kleur paars nog anders maken door of meer roze toe te voegen of meer blauw toe te voegen. Ja, en dan liefst kleur ik de stempel eerst, dat had ik nu nog niet voor gedaan. Ik kleur liefst de stempel helemaal in met de colorless blend, omdat hij dan het papier al een beetje verzadigt. En dan zul je zien dat ook de kleuren met elkaar makkelijker gaan mengen. Ja, dan is het natuurlijk al wat natter. Juist. Nou, en als je dan er overheen gaat. Dat ding gebruiken natuurlijk. Werkt ideaal, Joyce. Ja, hè? Michtje zei net, heb je hem hier om te proberen? Ik zeg, ja, dat heb ik. Ja, het is ook wel fijn om het draaiplateau uit te proberen, maar het werkt echt fijn, hè? Zo, ja, ik ben verkocht. Ja, ja. Ik dacht, dat is het ook. Ik wil eerst eens proberen, maar toen was ik bezig. Oh ja. Dit is zoveel fijner. En vooral met kleine... En ook het papier glijdt er niet op weg als je kleurt. Nee, en soms dan zit je zo moeilijk te doen om te pakken of iets vlekt of zo. Ja, of hij is te klein. Dan heb ik hem al uitgestand, dan ben ik aan het kleuren en dan is dat ding te klein. Dan kan ik niet vasthouden met mijn vinger. Ja, dat schiet er niet op. Ja, het lijkt zo simpel. Ja, zoals Mirte doet. Ja, stof, Christa, dat je dat nou even kan zien. Dan heb je meteen ook het idee... Nee, jij praat ook geen onzin. Dat hadden we eigenlijk ook al wel moeten weten, hè? Milan zegt, ik praat geen onzin hoor, dames. Je wilt het toch altijd zelf nog, hè? We moeten er gewoon geloven. Ja. Juist. Nou, en nu zie je dat hij hier best wel donker is, maar dan is die blender juist zo fijn. Want als je die er dan weer overheen haalt, dan ligt die kleur ook gelijk op. Het verbaast me ook hoe lang er nog paars aan blijft zitten. Je kan heel lang doorkleuren, ja. En kijk maar. En meestal doe ik alle stukjes die ik donkerder wil hebben, doe ik gelijk in één keer. Want dan kan ik in één keer doorwerken. Ja, en het lichtere kan je dan gewoon zo weer uitpoetsen. Ja. En als ik hem hier nou nog iets lichter, dan pak ik een klein beetje inkt op. Dus niet te veel. En dan kan je hem dus heel mooi over laten lopen. Ja, en dan is het natuurlijk met de setjes een beetje uitproberen welke kleuren dat je allemaal kunt mengen en welke kleuren je kunt maken. Ja, ik probeerde net oranje te maken, maar daar heb ik iets meer tijd voor nodig om dat uit te denken of dat gaat lukken. Nou, als ik hem dus hier te donker vind, dan licht ik hem met een... Ja, ga je er gewoon overheen. Ga ik er gewoon overheen. En dan zul je ook zien dat hij echt lichter... Ja, nou dit zie je ook steeds meer. Dit is echt leuk. Geeft een heel tof accent. Maar moet je maar kijken, want deze heb ik denk ik 10 minuten geleden gekleurd. Hoe mooi die op ligt uiteindelijk. Ja, dat vind ik bij deze ook. Dat is echt zo prachtig. En dan heb je dus eigenlijk geen rood meer nodig. Ik kom zo even bij jou terug. Dus dat zijn dan de colorless blenders.
Drie stuks voor €4,99. En het draaiplateau is €29,99. Dat is het draaiplateau met de mat. Je kan de mat aan beide kanten gebruiken. Mocht je later nog een nieuwe mat aan willen schaffen, die is altijd los verkrijgbaar. Los kost die €8,99, maar hij zit er dus ook al bij. Dus dat is het Vaasse draaiplateau en die is €29,99. Nou, je ziet, het micro kan je dus gebruiken voor je schutkaart, maar ook om je kleuren te mengen. Nou, hier zie je dus ook Henry. Ja, en ik was dus nu ook aan het uitproberen de verschillende kleuren van de bruintinten. Ja. Die is met de donkerste gemaakt, volgens mij. Dan moet je even op de achterkant. Ik heb de kleuren erop zitten. Oh, ja. 119. En ik had de 116, dat is de lichtste kleur, dat is die. Maar deze had ik nog niet gedaan, de 118. Dus daar ben ik ook benieuwd naar welke kleurtint die dan weer krijgt. Kunnen we ook wel even. Heel tof. Zo kan je je kleur met je blender combineren. Even kijken. Kijk, het is de stempel van de abeitjes. Dit is die andere stempel met die leuke abeitjes. Die heet Berry Sweet. Dus dat is de Kraftlab stempel Berry Sweet. €7,99, daar zitten dus de aanbijtjes die Mirtha aan het kleuren is op. Er zitten trouwens ook hele leuke teksten op. Berry Special, Birthday Wishes, Miss You, nou, Wishing You de. En dan kan je natuurlijk zelf weer tekstjes bijmaken. Sweetie. Dus dat is de Berry Sweet, €7,99. En ook de houten stempels hebben we natuurlijk op voorraad. De Ted zittend en de Ted staand. Alle houten stempels zijn €7,99, dus dit is Ted zittend, Ted staand. Dan hebben we Buddy en Henry. Het papier wat Mirtha gebruikt is het Perfect Coloring papier. Daar loop ik ook heel even heen. Dat zit per 10 vel verpakt. Dat is dit papier. Dus dat is echt speciaal voor alcoholmarkers. 10 vel voor €3,99. Sorry. Dus dat is 10 vel €3,99. Het Perfect Coloring papier op A4 formaat. En dit kan je ook eventueel. Daar kan je ook eventueel je digistempels op printen. Nou, heb je de kraftlabmakers en weet je nog niet hoe je ze op wil bergen? Hebben we natuurlijk ook hele handige hoezen. Tassen. Dus deze, dat is de Sensback. Die is in het zwart en daar kunnen 24 stiften in. Dus daar zou je alle kraftlabmarkers in kunnen doen. Nee, 50 heb ik op het moment niet op voorraad. Dus ik heb 10 vel voor €3,99. Dus dat is de Sensback en die is €14,99. Dat is echt een mooi plat pakketje en als je hem neer wil zetten, dan kan je hem dus zo neerzetten en dan zie je ook precies alle kleuren die erin zitten. Natuurlijk ook nog een heel makkelijk opbergsysteem. Dus dat is de Sensback 1499. We hebben hem natuurlijk ook voor 72. Dan is die €35,99. Maar met die andere kan je ze natuurlijk allemaal al opbergen. Ik heb net het stempeltje helemaal ingekleurd met de blender. Ja. En wat ik dus nu doe, we doen wel eens de punt-op-punt techniek. Hè? Dus dat je zeg maar de donkere stift omlaag houdt tegen de witte stift. Dan loopt de inkt van die loopt over in deze. Ja. Dat is een manier. Dat kan, want dan kan je nu weer verder kleuren. Dus je hebt je donkere gedeelte en dan je donkere gedeelte wordt natuurlijk uiteindelijk steeds weer licht omdat de kleur eruit trekt. Dan zie je ook meteen de andere techniek zoals je het dus kan toepassen met de punt op punt. Ja,
Maar als je nu natuurlijk bij dat lichte zit en je gaat dat weer met punt, dan wordt het weer heel donker. Moet je weer opnieuw beginnen. Dus in plaats daarvan doe ik hem dan weer op mijn mica, breng ik de donkerkleur op de mica aan. Dan pak ik hem daar op. En dan heb ik dus minder inkt, waardoor ik dus makkelijker die overgang kan maken. Ja, ik snap, anders is het echt te donker. Juist. Dat wil je niet. Nee. Want de zachte is natuurlijk wel weer een mooie Juist. Techniek. Ja, want dan heb je die hele mooie overgang van dat donker op donker. En als je dan dat lichtere wil, dan kan je hier zo weer beginnen. En dan kan je dus heel makkelijker die lichte kleur pakken. En dan kan je hem ook heel mooi licht houden. Dat zie je hier. Ja. En als je hem dan wat donkerder wil, kan je hem vanzelf weer wat oppakken. Dat is wel handig. Je pakt gewoon steeds wat op. Ja, eigenlijk hetzelfde als wat je doet natuurlijk met aquarelleren. Die doet precies hetzelfde. Ja. Ja, en mocht je nou buiten de lijntjes zijn gegaan, dan kan je dus deze blender ook gebruiken. Dan pak je de veelstiftkans en dan kan je die tegen het dingetje aanzetten en dan trekt die kleur weer weg. Dus dan mocht je dan uit zijn geschoten, dan kan je het daarmee oppakken. Ja, dat is ook nog weer handig. Werkt als een soort gummetje. Juist. Wat tof dat je elke keer toch ook wel weer een laagje aan kan brengen. Ja. En ook als je gisteren hebt gedaan, dan kan je er ook nog mee verder gaan. Alleen heb je dan wel weer iets meer inkt nodig om weer een beetje nat te maken. En wat ik ook stiekem heb uitgeprobeerd. Nou, ik wel van uitproberen. Ik heb die, dat schoonmaakspul voor die Copic. Ja? Copic cleaner. Die kan je dus opspuiten. En dan blijft die inkt langer nat. Dus dan drukt hij niet zo snel op. Dus als je dan die hier zo ernaast doet. Dat is de cleaner dan. Dat is de cleaner. En dit blijft veel langer nat, dus dan kan je die oppakken. Bij lange kleuren. Ik dacht, ik probeer het eens uit. Ja, het zijn ook alcoholmakers, dus dat zou ook kunnen, Dineke. Ja. Maar anders dan drukt het best wel snel op. Ja. En dat je een beetje van dat spul je opdoet en dan mengt met je... Nou ja, dan droogt het dus niet zo snel. Kom ik ook wel slim. Even kijken of we die hebben. Ja, die staat erop. Het is dus de koppencleaner. Merk dat inderdaad veel mensen toch nu wat langer kleuren en de stiften wat langer hebben. En op een gegeven moment merk je als je kleurt dat je stift wat vetter wordt. Dan krijg je een soort olielaagje op je kleurwerk. Of het kan zijn dat je punt dicht zit. Dus dan gaat je punt gaat er gewoon raar uitzien, gaat stroef. Dat wil zeggen dat je de punt schoon kan maken. Je kan dan de punt eruit halen. Dus heb je een gekke punt die het niet goed doet, hij lijkt uitgedroogd, dan kan je hem dus schoonmaken. Of je kan de punt vervangen, net waar je natuurlijk het makkelijkste vindt. We hebben de koppikpunten natuurlijk los. Dan haal je de punt eruit, je vult je koppik en je doet de punten weer in. Dan kan je weer kleuren. Of je haalt de punter met een koppikpincet uit. Je ziet het al, de koppikpincet heeft van die speciale inkepingjes. Dus dit kan niet bij de brush maken, dit is echt voor de koppiks. Als je dan de punter uithaalt, dan doe je een beetje koppikcleaner op een schaaltje. Daar doe je je punten in. Laat je ze even inliggen en dan... Na een tijdje haal je ze eruit. Je ziet dan ook weer dat ze de kleur er mooi uit is. Je doet ze even op een keukenrolletje, laat je ze drogen. Dan vul je je Copic en kun je je punt er weer schoon in doen. En als die dan gevuld is, dan kan je er dus weer mee kleuren. Dus heb je een punt die droog is of er een beetje gek uitziet, maak hem schoon. Met je Copic cleaner. Of vervang de punt en dan is je stift weer als nieuw. Koppencleaner is €14,99. De punten en de pincet €9,99. Maar Myrthe heeft dus uitgeprobeerd, zoals ze net al zei. Je kan deze koppencleaner kan je dus ook in een spraybottle doen. Wij hebben bijvoorbeeld de spraybottles van Fase. 3 spraybottles voor maar €2,99. Dus dan doe je een beetje Copic cleaner. Doe je in een sprayflesje. Joyce, even zo, volg je Urk. Nee,
misschien voor ons kijkgeluk, want ze zitten nou buiten op het terras koffie te drinken. Oh! Okay. Is dat een bepaalde re-life van Urk? Ja. Oh, ja. Volgens mij heb ik er wel eens over gehoord. Die tweeling. Oh! Die tweeling, die zitten inderdaad. Oh, nou, voor wie Urk kijkt, die zitten hier buiten op het terras. Hoe leuk is dat? En dat is wel warm. Dus heeft de koppencleaner op die mica gespoten, zodat het dus langer nat blijft. En dan kan je dus langer doorkleuren. Juist. Zeg ik goed, hè? Ja, want anders dan, kijk maar, die kleur die droogt op en dan kan je niks meer mee. Nee. Dan moet je dus ook je inkt van je marker gaan gebruiken om hem op te... Maar ja, dan trekt je marker leeg. Dus ik dacht, als ik er nou een beetje op spuit, nou, dit blijft heel lang nat. En dan kan je die kleur, kijk maar, je kan hem elke keer activeren daardoor. En stel dat je het morgen weer erop zou sprayen, zou het dan ook nog... Ik denk het wel eigenlijk. Ja, ik dacht, ik doe het dan hoef je eigenlijk je mikatjes misschien niet eens weg te gooien. Kijk. Hoppatee. Dus als je dus met je mika gooi je het niet weg. Je kan dus die koppencleaner er weer op sprayen. Dan zou je daarna ook weer ermee verder kunnen. Leuk. Oh, je ziet hem nu ook helemaal mooi opgedroogd. Oh, wat een mooie kleur. Ja, ik heb net alleen een beetje te veel blauw genomen. Want ik wilde even kijken wat dat effect was. Maar... vind ik niet zo mooi. Dus ik geweldig. Doe hem even bijkleuren. Je kan hem gewoon weer bijkleuren. En je ziet nu ook hoe nat hij is, hè? Dus dan is het veel makkelijker om te mengen. Ja, dat gaat nog weer makkelijker. Dat verschil zie je goed. Ja. Nou, dan ga ik toch eens even zoeken hoor, Urk. Want nou ben ik wel heel nieuwsgierig. Iedereen zegt ook, oh leuk, leuk. Geen idee. Het weekend lekker bezig. Oh ja, dat kunnen we ook wel doen, ja. Ja, dat doe ik op zondag altijd graag. Precies. Je niks te doen, hè? Oh, echt leuk op bruin. Kijk naar dat effect, Joyce. Want ik heb natuurlijk gespreid. Ja. Grappig, hè? Dit is wel echt een mooie meerwaarde, die cleaner. Heb je wel slim bedacht? Ja, ik dacht, ik probeer het even uit. Hé, hey, kijk eens, Joyce, ik heb oranje gekregen. Hé. Hey. Dat deed ik met paars en daarna door mijn bruin heen. Oké, paars en bruin. Oranje. Even opschrijven. Ik zal het... Jullie hebben het er wel eens over gehad, volgens mij, Jolanda. Jullie keken het toch ook? Ik ga het zo even vragen wie dat het waren. Zijn ze nou tweeling? Ja. Ja, een tweeling? Ik ken ze totaal niet, maar... Ja, tweeling. Ik hoorde het net. Dus wij kunnen ook heel mooi oranje maken. Het zijn de leukste dingen, dat je dan zo heel toevallig door dingen te mengen op zoiets komt. Dat je dan denkt, hé, nou kan ik oranje maken. Ja, want nu zit natuurlijk die paars zit in mijn stift. Dus dat zie je nu ook terug, maar dat geeft niet, dat ga ik dan ook wel weg. Dat kan. Ja, cleaner is inderdaad anders dan de alcohol die we verkopen. Heel mooi. Dit is echt leuk. Ja, zo kan je natuurlijk alle kleurtjes maken die je wil. Ja, dat is natuurlijk gewoon een kwestie van uitproberen. Lekker. En durven. Ja. Ja, en durven. Hier zie je trouwens ook Buddy. Dat is natuurlijk die stempel van Buddy. Nou, dankjewel, Mirte. Echt heel leuk. Weer heel leerzaam. Van allebei. Graag gedaan. Nou, we lopen nog heel even langs het rek met nieuwe artikelen. Er waren eigenlijk best wel nog wat andere stempels binnengekomen. En ook heel mooi papier wat we nog niet eens hebben laten zien. Het zijn namelijk nieuwe stansen en stempels van Studio Light binnengekomen. Hele mooie silhouettenstempels. 6 verschillende en ook standjes. De stempels zijn €4,99. Er zitten dan weer hele mooie silhouettes bij. Nou, deze vind ik echt heel moeilijk om uit te spreken. Ik noem deze even Stamp 612. Stamp 612 met de bij. Dan hebben we de stempel Weeds. Hierboven zie je ook de naam, de stempel Weeds. De florals, er zitten ook de libellen bij. Het zijn deze mooie takken. Mooie tak en nog een staande. Dus dat is de stempel florals.
Ik was er klaar mee. Ja, moet zeker even terugkijken. Is echt heel interessant. De stempel Meadow. Heb je een groepje bloemen en een losse bloem met een vogel. Stempel Meadow. Ook €4,99. Die gaan we vast nog mee aan de slag, want dit zijn echt hele leuke stempels. De Ivy. Natuurlijk weer heel leuk langs de randen van de kaarten. Ook leuk bij je fairy stempels. Dat is de Ivy. De doosjes om de brusjes in op te bergen. Ik denk niet dat ze op het moment op staan. Nee, maar die kosten €13,99 en die komen weer binnen. En de laatste uit deze serie zijn de swirls. Ja, dat verwacht ik eigenlijk van wel, Beta. Misschien dat Jolanda er nog is, dan zal ze wel even laten weten. Maar meestal komen ze ook nog op YouTube te staan. Dit is de stempel Swirls. Ook €4,99. Nou, ik zie dat mijn batterij bijna op is, maar ik wil nog even de vier nieuwe papierblokjes laten zien. We hebben namelijk van Paper Favorites vier nieuwe blokjes binnen. Ook heel tof natuurlijk voor de dieptekaarten. Dit is de Parisian Street. Met een mooie Parijse buurt. Dit is het setje Parisian Street. Maar heel even kijken, want volgens mij zijn de setjes €6,99. Dit is de Vintage Ladies in het blue. Karen, zou jij deze even voor mij willen kijken wat die kost? Die in de webshop? Ja. Dus dit zijn de Vintage Ladies. Met een mooie bloemen erbij. Ook van Paper Favorites. Leg ik even hier neer, want het rekje hangt te vol. Dit is wel de hardloper, de Red and Gold. De vlinders, de vogels en de bloemen. Dus dat is de set Red and Gold. En als laatste hebben we ook nog deze, de Watercolor Floral. Ja, dan slaan we elkaar. €5,99. Dus deze setjes van Paper Favorite zijn €5,99. Kijk wat een mooie bloemen. Kan je natuurlijk als dieptekaart gebruiken, maar ook gewoon zo als designpapier natuurlijk heel erg mooi. Deze heb ik volop op voorraad en ik heb nog één setje, maar dat is echt de laatste. En dat is het setje Vintage Flowers. Dus dat is voor de eerste die reageert, want deze is helaas niet meer te bestellen. Dus echt de laatste. Hier had Karen de kaart mee gemaakt. En dit is de Vintage Flowers. Nou, leuk dat jullie allemaal weer meekeken. Wens ik jullie een heel fijn weekend en vast tot volgende week.